Mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we Fortnite niet spelen, maar ik heb volgens mij een glitch gevonden die nog niemand op heel het fucking internet heeft gevonden. Dus dat gaan we vandaag doen. Het heeft iets te maken met Wreck-It Ralph Easter Egg. En wat we gaan doen, we gaan in de game files en we gaan, zeg maar, dat filmpje dat er afspeelt bij Risky Reels daar op het scherm, gaan we veranderen en kijken of er nog iets anders op het scherm komt. Kijken of het lukt. En er is trouwens ook een gratis emote gekomen, heb ik volgens mij. Was het even laat? Ja, kijk, nieuwe emote is hier. Hij is nul. Dat was de emote. En, maar wat we dus gaan doen. We gaan straks. Ja, oké. Okay, nee, dat gaan we trouwens nu doen. We gaan naar mijn edit programma. Oké, okay, dit is mijn edit programma, mensen. Wat we gaan doen. We gaan naar. Ja, Fortnite game. Dit is hem, jongens. Content, movies. Promotion staat hier. Zien jullie dat? Ja, dat zien jullie. Erop klikken. Van die Wreck-It Ralph heb ik dus in mijn editprogramma gedaan. En dat, we gaan dit veranderen. Hoe weet ik nog niet precies? We gaan shit veranderen hierin. Dus ik moet even bedenken wat. Oké, okay, wat gaan we hiervan? We gaan hier iets leuks van proberen te maken, jongens. Oké, okay, dat hebben we dus gedaan. En dan ziet het er zo uit. Oké, okay, we gaan eerst dit proberen. En als dat lukt, dan gaan we het nog een keer doen. Maar dan gaan we er meer shit bij doen, denk ik. Oké, okay, mensen, dit is het filmpje. Oké, okay, en dit filmpje gaan we dus herplaatsen met het originele filmpje. We gaan weer naar de Fortnite game. Hierheen, hierheen, hierheen. Movies. En dit. Dit filmpje moeten we dus, zeg maar, dan deze weghalen en een andere filmpje erin zetten. Oké, okay, we slepen er alvast heen. En dan moet ik deze precies dezelfde naam geven als die ander. Oké, okay. Als het goed is door dit te doen, is het als het goed is in Fortnite ook zo. Wel jammer dat het alleen op PC kan natuurlijk. Ja! Oh mijn god, het werkt! Oh mijn god! Jongens, het werkt! Oh mijn god, ik ben één genie! Dit werkt! Oh mijn god! Oké, okay, we gaan nu de video nog verder aanpassen. Het geluid werkt niet volgens mij, maar dit is zo sick, gast. Dit gaat werken, jongens. Dit is echt leuk. Gewoon dat dit kan. Dat je gewoon de Fortnite files kan verpesten, zeg maar. Oké, okay, we gaan weer in de playground loaden, jongens. Dit wordt zo leuk, jongens. Damn, boah. Dat is toch raar dat Fortnite dit toestaat, zeg maar. Als het echt een goed spel was, dan zouden ze... Oh, hij komt ook meteen. Ik land aan de Easter instant. What the fuck? Ook met het geluid. Het geluid werkt dus wel. Oké, okay, jongens. We gaan nu weer uit Fortnite. En dan gaan we gewoon een hele eigen video van mij erin gooien. Hij doet het nog steeds niet, jongens. Ja, dit is kind of sad. Ik wacht nog tot 40 en als die er dan niet is, dan stop ik. Dit is never kind of sad, you know? This bitch ain't working. Yeet. Oh, ik weet al waarom het niet werkt. Wow. En nu moet hij wel werken. Kom op, ik hoop dat hij het doet dit keer. Oké, okay, we gaan gewoon wachten hier. Totdat het filmpje gaat spelen, jongens. Ja, jongens, hij is er. Dit is mijn filmpje. Oh mijn god. Oh mijn god, dit is zo ziek. Dit is fucking sick. Toen heet ik nog Rowan Games YouTube. Dit vind ik zo ziek, jongens. Ik vind het echt sick, jongens. Holy shit, het werkt gewoon. Volgens mij kan ik zelfs een hele 10 minuten video erin gooien gewoon. Dit vind ik echt heel ziek. Ik ga nog even in replay modus kijken of het daar ook werkt. Nee, het werkt niet in replay modus, maar... Dat is jammer, maar maakt niet uit. Maakt niet uit. Mensen, in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende keer. Wil je nou nog meer, dat ik nog meer van dit soort zooi doe in Playground? Of dat ik nog meer met het video's, met dit beeldscherm ga kloten? Laat het dan weten in de comments. En tot de volgende video.